Welkom bij alweer de 29e StayFit Judo Training vanuit Hoogvliet, Rotterdam. En vandaag is dit de één na laatste training. Volgende week, of deze vrijdag, hebben we natuurlijk een enorme verrassing. Daar ga ik nog niet vertellen hoe en wat we dat gaan aanpakken. Maar vandaag hebben we ook een speciale gast. Die heb ik vanochtend de flyer daarvan gedeeld. Want voor Melchior is dit natuurlijk al zijn 20e training die hij voor jullie voordoet. En uiteraard is duidelijk, zonder Melchior was het niet gelukt om deze hele serie zo te maken. Dus vandaag als speciale gast Melchior, en hij heeft zelf ook de training mogen maken. Dus ik zou zeggen, heel veel succes. Doe jullie best. Hier is Melchior en we gaan beginnen met versnellen. Oh nee, joggen op de plaats natuurlijk, hè. We beginnen met joggen. Ik wil zeggen, we gaan gelijk versnellen. Nee, we beginnen met joggen op de plaats. En dan na deze training wil ik allemaal foto's zien met handjes op elkaar. Applaus voor Melchior. En dan moet je natuurlijk Melchior ook in taggen. Oké, de eerste oefening. We gaan even 15 seconden versnellen. 3, 2, 1 en daar gaat hij. 15 seconden. En we joggen weer door. En daar komt hij de tweede keer. Klaar. En go. 15 seconden. 3, 2, 1. En jog weer verder. Dat doen we zo meteen nog één keer. Klaar en go! Daar gaat hij. 3, 2, 1 en jog weer door. De volgende oefening is een stap naar voren en dan maken we een lunge. Dat doen we om en om. En dat doen we 10 keer, dus 5 per been. Dus kijk maar even, we maken zo meteen een stap, hup, en weer terug, om en om. Oké, we joggen. En daar gaat hij. 10 stappen, 5 rechts, 5 links en go, daar gaat hij. 6, 7, 8, 9 en 10. En we joggen weer door. Oké, de tweede keer. Klaar. En go. Daar gaat hij weer. Stap. Je arm gaat mee naar voren. Heel goed. Stap daar. 10 keer. 5 om en om. 3, 2, 1. En de laatste keer voor de lunches. 3, 2, 1. Daar gaat hij. 3, 2, 1. De volgende oefening, als ik zeg ja of een seintje geef, doen we even 10 keer kort opdrukken. En 3, 2, 1, daar gaat hij, 10 keer. Oké, en jog weer door. 2e keer, klaar en go. 3, 2, 1. En komt hij zo meteen de laatste keer. 3, 2, 1. Daar gaat hij. Oké. De volgende. Als ik zeg ja, doen we zo meteen liggen op onze rug. En dan gaan we 10 keer achteruit fietsen. Dus 10 keer alleen achteruit. Klaar en go. Daar gaat hij. 10, hè? 10. 10 en dan joggen we verder. Hij gaat gewoon door, hij fietst gelijk weer door. Hij doet ze gelijk alle 10 tegelijk. Want de tweede keer doe ik weer 10 keer achteruit fietsen. En dan maak ik tegelijkertijd een buikspier mee omhoog.
Klaar en ja, daar gaat hij. 10 buikspieren terwijl je fietst. En 10. Oké, goed zo. Deze oefening doen we zometeen nog 1 keer. 3, 2, 1 en daar gaat hij. 10 buikspieren terwijl je fietst. Oké. En de laatste oefening van deze warming-up. Ik maak zo'n sprongetje omhoog en dan doe ik mijn knieën naar het plafond of naar je borst. En dat doe ik 8 keer en dan joggen we weer verder. 3, 2, 1, daar gaat hij. Acht keer. En we joggen weer door. En mogen jullie denken, dit is mijn training. Ik doe gewoon alles dubbel. Oké, tweede keer. Klaar. Ja, daar gaat hij. Op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, en jog weer door. En de laatste 8. Klaar. En go, daar gaat hij. Oké, goed zo. Dan gaan we naar het eerste krachtblokje. En de eerste oefening is zijwaarts lopen. Kijk maar goed. Ik sta laag. 1, 2, 3. Kijk, nou ben ik denk ik buiten beeld. En dan 3 terug. En 3. Dat doen we 4 keer. Dat is oefening 1. Oefening 2. Hou de boom vast. Je voeten wijzen naar voren. Je rug is recht. 30 seconden blijven we zo staan. En oefening 3. De duck lunges. Ik sta hier. Hup. Daar. Je houdt 1 been gebogen. En met je andere been tik je zijwaarts elke keer aan. En dat doen we 12 keer per kant. 12 keer die kant en dan 12 keer die kant. Oké, de eerste oefening. Als iedereen klaar is, kunnen we daarmee gaan beginnen. 3 stappen laag opzij. 4 keer. Dan moet ik natuurlijk de timer erbij hebben. Oké. Klaar. En go. Daar gaat hij. Workout. Blijf laag. Heel rustig lopen. En 3. Dit was 1. Oké, keurig. 10 seconden voor hou de boom vast. Drie, twee, één. En daar gaat hij. 30 seconden. Zak door je benen. Je rug is recht. Je armen zijn rond. Kijk, je begint al een beetje te trillen. Dus dat gaat de goede kant op. We hebben nog 10 seconden. Oké, keurig. We maken ons op voor de lunges. De tik opzij met je been. 12 keer. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Negen, tien, elf en de andere kant. Oké, keurig. 15 seconden voor de 3 stappen opzij.
En 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. Probeer goed laag te blijven, ook als je stapt. Niet te snel willen lopen. Het tempo van Melchior, dat is goed. Probeer in ieder geval hetzelfde tempo of langzamer natuurlijk. En de laatste keer. Oké, maak je klaar voor, hou de boom vast. En 5 seconden nog. En go, daar gaat hij. 30 seconden. Hou vol, 10 seconden nog. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké, keurig. Daar komen zo meteen de lunges opzij. 12 per been. 5, 4, 3, 2, 1. En daar gaat hij. Elf. En wissel, andere kant. 12 keer je andere been. Probeer hier ook weer laag gezakt te blijven, niet te hoog staan. Oké, de laatste ronde. 3 stappen opzij. En in deze training zijn ook de oefeningen verwerkt die jullie aan Melchior hebben doorgegeven. Dus als het goed is, als je de oefening hebt doorgegeven, komt hij in deze training naar voren. 3, 2, 1, daar gaat hij. Stap opzij. 3 keer. Of 3 stappen en 4 keer. En de laatste. Oké, keurig. Zetten we zo meteen onze voeten uit elkaar. 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. Hou vol, ook als het zwaarder wordt. Probeer doorgezakt te blijven, dus niet omhoog komen. 5 seconden nog. 3, 2, 1. Oké, heel goed. Op naar de laatste oefening voor de benen. De lunges. 3, 2, 1. En daar gaat hij. 12 keer.
Oké, heel goed gedaan. Dat was alweer blokje 1. Dan gaan we naar blokje 2. Als je even wat wilt drinken thuis, kun je wat drinken. Wij gaan wel gelijk verder met de volgende oefening om in ieder geval uit te leggen. De eerste oefening zijn de stofzuigers. Ze doen onze voeten uit elkaar. Handen zijn op schouderbreedte of ietsje wijder. Dan gaan je ellebogen naar de grond. Je lichaam naar voren en hier druk je jezelf omhoog. En dan zorg je er tegelijkertijd voor dat je lichaam voor de rest los blijft van de grond. Dus oefening 1, ellebogen naar voren en druk jezelf omhoog. De tweede oefening is een combinatie. Ik ga zo meteen 5 keer opdrukken met mijn handen wijd. Ja, 5, dus hier. Ja, oké. Dan zet ik mijn handen smaller, 5 keer. Juist, en dan zet ik mijn handen tegen elkaar. En ook 5 keer. Na deze 5 zet ik mijn handen op je eigen afstand en dan blijf ik 10 seconden laag. Dus iets hoger, ja zo, daar, ja. Oké. Dus dat is oefening 2. En oefening 3 is opdrukken terwijl ik elke keer van plaats wissel. Dus ik sta nu naar links, ik doe 1 keer en ik wissel. En ik zie ook mijn benen stappen mee opzij. Dus je kantelt en je... Ja, en die doen we 10 keer, dus 5 per kant. Oké, de eerste oefening waren 15 stofzuigers. 3, 2, 1 en daar gaat hij. En de laatste 15. Oké. Ontspan even je armen. We beginnen zo meteen met onze armen wijd. 5 keer opdrukken. En 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. 5. Handen iets smaller. En weer 5 keer. En handen tegen elkaar. En weer 5 keer. Oké, handen normaal. En 10 seconden zak in. Juist, hou vol. 10 seconden. Oké, keurig. En de laatste oefening van dit blokje. Opdrukken en elke keer maak je een stap met je handen. Nog 5 seconden. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Zak en draai door. Goed zo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, perfect. Dit was de eerste ronde. De tweede ronde gaat zo beginnen. We hebben nog 20 seconden. Ontspan dus even je armen. We beginnen met 15 stofzuigers. 5, 4, 3, 2, 1, daar gaat hij. En 5, 4, 3, 2, 1. Oké, heel goed. 15 seconden, 5 push-ups wijd, smal, nog smaller. En we blijven 5 seconden laag staan. Over 5 seconden. En 3, 2, 1, daar gaat hij. 5 keer. 5, iets smaller. Weer 5. En op, en handen smal. En laatste, oké, 5 seconden, blijf laag. Yes, 1, 2, 3, 4 en 5. Oké.
Daar komt hij zo meteen. De kruis opdrukken. 3, 2, 1 en go. Hup, wissel. Je lichaam gaat eigenlijk elke keer in een kruis. Vijf per kant, dus 10 in totaal. Oké, goed zo. De laatste ronde voor de armen en de borstspieren. We hebben nog 20 seconden. Het is een pittig blokje. En 10 seconden. We beginnen weer met 15 stofzuigers. Klaar. En go! Nog 5 keer. Vier en de laatste. Oké, keurig. 15 seconden nog. We beginnen met wijd opdrukken. Nog 3, 2, 1 en daar gaat hij. Kom aan met die armen. En 5. Handen smal. Yes. Op en 2, 3, 4, 5. Zet je handen smal en door. Kom op. 1, 2, 3, 4 en de laatste. Oké, handen wijd. 5 seconden laag. En yes. 1, 2, 3, 4 en 5. Oké. 15 seconden voor de laatste oefening. Drie, twee, één en daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1 en de laatste aan die kant. Oké, heel goed. Dit was alweer het tweede blokje. We gaan door naar het derde blokje kracht. En de eerste oefening is met het elastiek. Als je thuis even wat wilt drinken, kun je wat drinken. Je buigt naar voren, je rug is recht, je kijkt naar voren en hier trek je 20 keer aan. Yes, oké. Dan ga je zitten, hou je het elastiek vast. Je rug is weer recht en hier seated row 20 keer aantrekken. Je rug blijft nog steeds recht, ellebogen langs je lichaam, ook 20 keer. En de laatste is een voorslaan en de press omhoog. Je gaat staan op de uiteinde van het elastiek. Ja, en dan gaat hij. Je hebt een voor en je drukt hem omhoog. Op en daar. Op. Yes, oké, heel goed. De laatste doen we 12 keer. Oké, de eerste oefening. De staande pull-down, want je buigt natuurlijk naar voren. En 3, 2, 1, daar gaat hij. Kijk naar voren, je rug is recht, 20 keer. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké. Dan kom je zitten. Zorg ervoor dat je rug goed recht is. En 3, 2, 1. Daar gaat hij. 20 keer aantrekken.
En 20, oké. Okay. Maak je klaar voor het voorslaan en de press. En 5, 4, 3, 2, 1, daar gaat hij. Op. Zes, zeven, acht, negen, tien, laatste twee, op en twee. Oké, keurig. 15 seconden nog voor de eerste rugoefening. Vijf, vier, drie, twee, 1 en daar gaan we. Kijk weer naar voren, rug is recht. 20 keer. Zestien, zeventien, achttien, negentien en 20. Oké, dan komen we rustig zitten. 15 seconden nog voor de seated row. Dus zittend roeien. 3, 2, 1. Daar gaat hij. 20 keer. 1 Oké. Voorslaan en de press. We hebben nog 15 seconden. Zorg dat je goed op de uiteinde van het elastiek gaat staan. Het moet niet te makkelijk zijn allemaal. Te zwaar is natuurlijk ook niet goed. Zorg dat je er een beetje tussenin zit. We hebben nog 3, 2, 1 en daar gaat hij. 1 Probeer ook die laatste helemaal te strekken. Laatste 2. Juist. Oké. En Melchior gaat zo snel dat zijn band ervan los gaat zitten. Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. 1 We buigen zo meteen weer naar voren. Nog 5 seconden. Rug is recht, hoofd is naar voren. 3, 2, 1. En daar gaat hij. 16, 17, 18, 19 en 20. Oké. We komen weer zitten. En 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. 10, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké. Op naar de laatste. Voorslaan en press. Vijf seconden nog. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Op. 2, keurig. 3, 4, hou de oefening goed. Blijf hem goed uitvoeren. Probeer helemaal te blijven strekken. 1 de laatste. Yes, oké, keurig. Op naar het laatste blokje.
Als je weet wat te drinken, thuis neem de tijd, drink even wat. De volgende oefeningen zijn weer een blokje conditioneel. De eerste 30 seconden zijn de uchikomis naar links. Dus we hebben vast 30 seconden uchikomi links. Oké, de tweede 30 seconden uchikomi naar rechts. Yes, oké. En de laatste oefening van dit conditionele blokje is de battle rope terwijl we zijwaarts gaan bewegen. Dat doen we ook weer 30 seconden. Dus 30 seconden, hup. Yes, oké, heel goed. Oké. Alle oefeningen 30 seconden. Dat betekent dat je tussendoor 12 seconden de tijd hebt om je klaar te maken voor de volgende oefening. 3, 2, 1 en go! Daar gaat hij. Links, 30 seconden, links. Drie, twee, één. Oké. Maak je klaar voor de uchikomis rechts naar de andere kant. En drie, twee, één. Daar gaat hij. Hou vol, hou vol, hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, heel goed. Op naar de volgende. De battle rope met zijwaarts bewegen. 3, 2, 1 en go. Daar gaat hij. Hou vol, hou vol, hou vol. Nog 10 seconden. En door, en door, en door, en door. Ook als het coördinatief niet helemaal meer goed gaat, probeer het goed te blijven doen. En 3, 2, 1. Oké. Op naar de eerste oefening van dit blok. We hebben nog 5 seconden. Uchikomi links. Een halve minuut. 3, 2, 1. Daar gaat hij. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké. Maak je klaar voor de volgende. Uchikomis rechts. En blijf het meedoen. Niet willen stoppen. Drie, twee, één. Daar gaat hij. En door, en door. 10 seconden nog. Kom aan. Oké, keurig. Maak je weer klaar voor de battle rope. Klaar en go. Daar gaat hij. En door, en door, en door, en door. Kom op. Laatste paar seconden.
3, 2, 1. Oké, goed zo. De laatste ronde. Nog 3 keer een halve minuut. En 3, 2, 1. Daar gaat hij. Utsikomi links. Kom op. Blijf meedoen thuis. En natuurlijk ook Melchior, maar ja, die heeft weinig kans om niet door te gaan. Tien seconden. Drie, twee, één. Heel goed. De tweede van blok 4. 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. Keurig, keurig. Ga door, ga door, ga door, ga door. Kom op. Drie, twee, één. Oké. Op naar de laatste oefening. De battle rope. 30 tellen. 30 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En go. Daar gaat hij. Ga door, ga door, ga door, ga door. 10 seconden nog. Ook thuis, blijf het meedoen. 3, 2, 1. Oké, keurig. Heel goed gedaan als je het hebt volgehouden. Als je het niet hebt volgehouden, ook goed gedaan. Maar als je het wel volgehouden, toch net even iets beter. We gaan door met het blokje romp. Het laatste stukje van deze training. En de eerste oefening. We komen liggen op onze rug. En dan gaan we 30 seconden de buikspieren aanspannen. Dus vasthouden. Omhoog blijven. Dat is de eerste oefening. Daar gaan we gelijk mee beginnen. 3, 2, 1. En hou vast. Nog 5 seconden. En daarna gaan we liggen en zitten. Dat doen we 25 keer. Oké, daar gaat hij. 25 keer. Zes, zeven, acht, negen, tien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, laatste 5. 1, 2, 3, 4. En dan draaien we om en komen we gelijk in plank. 20 seconden blijven we in de plank staan. Je rug is goed recht. En na 20 seconden zo draaien we naar één kant. 3, 2, 1, yes. Ja, extra draai zit. 20 seconden. Hou je romp weer recht. Zorg dat je zo blijft staan. 5, 4, 3. Dan draaien we de andere kant op. Daar gaat hij. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dan mag je komen liggen op je buik. Handen zijn op je rug, voeten uit elkaar. 12 keer
Kom je rustig omhoog. Je blijft naar beneden kijken. Daar gaat hij. Laatste twee. Oké, en de laatste oefening van dit blokje romp is liggen en staan. Melchior's favoriet. Dat doen we 10 keer. Dus je ligt en vanuit ligt kom je staan. Daar gaat hij. 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 en 10. Oké, dan komen we weer zitten voor oefening 1. 30 seconden. Onze benen tillen we los. En 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. We zijn op de helft, 15 seconden nog. Hou vol, 5, 4, 3, 2 en liggen zitten. 25 keer, daar gaat hij. Nog 10 keer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En dan draaien we om naar de plank. 20 seconden. En start. Daar gaat hij. 20 seconden plank. Drie, twee, één, naar de zijkant. 20 seconden weer. Je lichaam blijft nog steeds recht. En wissel. Laatste 20 seconden voor de andere kant. En dan komen we zo meteen op onze buik. Daar gaat hij voor de onderrug. En dan draai je weer terug voor liggen en staan. 10 keer, de laatste oefening van vandaag. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, keurig. Heel goed gedaan allemaal. Dit was alweer de 29e training. We hebben er nog eentje te gaan. En dat is aanstaande vrijdag met een hele speciale uitzending, laat ik het zo zeggen. Dus aanstaande vrijdag allemaal kijken. Vergeet niet je foto te posten van Melchior met applaus en alles. Dat wil ik echt zien. Dus we gaan zien hoeveel likes jij krijgt en hoeveel mensen gedeeld hebben. Een hele goede training van Melchior. Het is inmiddels precies 45 minuten geleden dat we begonnen zijn, dus we groeten af. We staan rechtop.
Ray.